Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe outfit challenge. Deze week ging ik naar de Only om te proberen om daar voor 25 euro een volledige outfit te scoren. De Only was vroeger echt een van mijn favoriete winkels. En met vroeger praat ik over, denk ik, tussen de 12 en de 16. Als je net zeg maar een beetje denkt dat je vrouw begint te worden, wat ook wel basically zo is. Dan is de Only volgens mij een van de eerste stappen die je zet. Tenminste, een van de eerste die ik deed. Dan had ik een vrijdagavond gewerkt en dan had ik 10 euro verdiend. En dan ging ik naar de Only om daar een shirtje te kopen. True story, echt gebeurd. En daar stond dan op... En er stond een bijtje op met een tekst bij, zo van be happy. En dan, hè, dat was dan grappig. Nou ja, in ieder geval, het is lang geleden dat ik daar iets gekocht heb. Ik moet zeggen, ik loop er wel voorbij. Ik zie er ook altijd nog wel leuke dingen, maar ik ging er niet echt meer naar binnen. En toen dacht ik, oké, dat gaan we dus gewoon weer eens doen. Die uitdaging gaan we aan. Dus, ik ben bij de Only geweest en ik heb daar voor 25 euro een outfit geshopt. Ik heb niet zo heel veel beelden in de winkel geschoten, want ik was eerst een beetje, zeg maar, overzicht van de winkel aan het filmen. En toen kwam zij naar me toe dat ik niet mocht filmen. Dus daar heb ik het bij gelaten. Maar ik moet zeggen, Only is zeker budget. En voor 25 euro heb je heel veel opties en heel veel mogelijkheden om een outfit samen te stellen. Zelfs met jeans of een lange broek. Wel moeilijker. De meeste jeans komen wel al rond de 25 euro of daarboven. Maar het kan wel. Vandaag heb ik gekozen voor een echte zomerse outfit. Want deze week wordt het gewoon weer 30 graden. Dus kom maar op. Het is een wit shirtje met daarop libelles. Ja. En die zijn zilver. Ze hadden dit shirtje in meerdere varianten. Ze hadden ook een groene met gouden opdruk. En volgens mij een blauwe met nog een andere opdruk. Maar ik vond deze echt het schattigst met die lieve zilveren libelletjes. En ik heb maat S genomen en ik heb het idee dat hij best wel wijd gaat vallen. Hij is niet kropt, hij is niet strak, hij is gewoon lekker comfy, zeg maar. En deze was €12,99. Dat is eigenlijk bizar, want dat betekent dus in dit geval, ja, dat hij nog duurder was dan het broekje wat ik heb gekocht. Dit is het broekje. Het is een groen broekje met een soort van paars-witte opdruk. Echt wel een lekker zomerbroekje. Lekker kort. Ik zou hem high-waisted dragen, denk ik. Maar dat gaan we dan zo ervaren. Deze is echt van Only zelf. Maar het broekje is van Jacqueline de Jong. Die hebben tegenwoordig ook in Veenendaal zitten. Dat is dus blijkbaar onderdeel van de Only. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar dit is dus een merk wat ze daar ook verkopen. En Pigalle. Dit is wat er, zeg maar, het merk wat erop staat. Doe maar scherp stellen. Ja. En deze was dus weliswaar maar €10,99. En ook hiervan hebben ze meerdere printjes, meerdere soorten. Ik heb gekozen voor maat 38. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou er toch altijd van als broekjes liever iets groter zitten. Want hij heeft natuurlijk een elastieke band. Ik schommel altijd een beetje tussen 36 en 38. Ligt net een beetje aan hoe het valt. Maar in dit geval dacht ik, nou, voor de zekerheid ga ik lekker 38 nemen. Dus echt een super leuke zomeroutfit bij elkaar. En dat dan ook echt nog gewoon voor 24 euro, toch? Ja, 24 euro. Dus dan gaan we hem eens aantrekken en kijken hoe het staat. Oké, dit is het shirtje. Wat zien jullie trouwens voor mijn gypsy hair? Ik heb dus met twee kleine vlechtjes, of eigenlijk twee vlechten ingeslapen. Dat had ik een soort van mini krullen. En ik vond het wel een soort van gypsy of zo. Dus ik heb het gewoon zo gelaten. Maar... even to the point. Dit is het shirtje. Je ziet, ik heb een donkergroene BH. Nou, niet heel donkergroen, maar zeg maar dit kleurtje BH. Die zie je er wel echt doorheen. Maar ik vind het niet storend. Ik vind het niet heel trashy. Ik vind het ook wel elegant. En ik denk op het moment dat je een rode of een wit aandoet, dat je het eigenlijk al niet meer ziet. Maar ik vind het glimmertje van de libelles echt super charming. En dan het broekje. Die vind ik eigenlijk nog leuker. Die zit ook echt gewoon heel goed. Hij zit lekker los, lekker charmant, gewoon. Zeg maar, je hoeft niet bang te zijn dat je nu niet fijn kan bewegen. Je zou er zelfs echt gewoon, hè, kunnen dansen in de club. Weet ik veel wat je gaat doen. Of op het strand in Marbella. Oh, dat zou goed zijn. Maar even, hij zit gewoon mooi. Hij heeft niet heel veel vorm. Hij is gewoon eigenlijk best wel recht toe, recht aan. Je hebt hem aan, dit is het.
Hij maakt niet echt heupen. Ik mis een beetje zakken. Ik heb constant de neiging om mijn handen in mijn zak te steken. Nou, die heb ik niet. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vind hem oprecht echt goed zitten ook. Ik had inderdaad eventueel een maatje kleiner kunnen hebben. Maar ik denk dat hij dan dus ook strakker om je benen was gaan zitten. Had je waarschijnlijk meer dit effect gehad als ik hem strak trek. Wat ook niet verkeerd is. Maar ik hou er juist wel van als het wat luchtig is. Chutje moet er wat mij betreft echt in. Als je het niet doet, krijg je dit. Zou je broekje ook nog lager kunnen doen. Ja. Heb je eigenlijk totaal ineens een heel andere outfit. Maar nee. Nee, vind ik niet zo leuk. Ik ga echt voor deze. Ja. Ik vind het broekje helemaal leuk. Die zou ik echt gewoon iedere zomer mee kunnen nemen op vakantie. Super relaxed. Heerlijk los broekje, lekker luchtig, maar wel gewoon goed omkleed. Kan er goed in bewegen. Ja, ik vind het echt een leuke outfit. En dat voor 24 euro. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze outfit vinden. Laat me vooral even weten. Ik vind het op camera is dit ook zo leuk, want het springt er echt uit. Dus de Only was echt een succes. Misschien moet ik daar toch weer eens wat vaker naartoe. Het is ook oprecht een leuke winkel. Zoals de Vera Moda kom ik dan weer wel. Terwijl de Vera Moda en de Only liggen altijd best wel op één lijn. Maar in mijn gedachten was de Only gewoon van vroeger. Laat me even weten welke winkel jij nog 25 euro outfit van wil zien. Vergeet je niet te abonneren als je niks meer wil missen. En dan zie ik je weer bij de volgende video.